Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik, zoals je ziet, weer geshopt bij mijn twee favoriete winkels. Namelijk de Action en de Primark. En ik heb best wel veel dingetjes gekocht. En die wilde ik heel graag aan jullie laten zien. Dus let's go! Als eerste heb ik wat dingetjes gekocht bij de Action. Daar heb ik namelijk dit setje gekocht van geurkaarsen. Dit waren 3 geurkaarsen. Ik heb er hier al 1 in gebruik. En dit is de geur Mulberries. En dit is echt super lekker. Een soort lente, zoete, besjes geur eigenlijk. Ik vond het gewoon weer lekker om wat geurkaarsen in huis te hebben. En ik weet het, ik heb nog een hele doos vol met geurkaarsen staan. Maar eigenlijk heb je nooit genoeg aan geurkaarsen. En deze waren volgens mij rond de 2 euro. Verder heb ik dit contourpaletje gekocht. En deze is van Max & More. En dat is het make-up merk van de Action. En hier ga ik nog een video apart van maken. Ik heb hem al getest. Ja, wil je die video zien? Misschien is hij online gekomen, misschien nog niet. I don't know. Maar jullie zullen het vanzelf wel zien. En dan heb ik deze 2 superleuke schaaltjes gekocht. Ik hou echt van dit soort schaaltjes, van dit soort servies. De binnenkant is dan weer net even anders dan de buitenkant. En het blauwe met wit vind ik gewoon heel erg mooi. Deze schaaltjes waren volgens mij 1,30 per stuk. En ik heb er dus 2 van gekocht. Verder heb ik nog wat reinigingsdoekjes gekocht. Ik heb altijd van het merk Onyx. Deze gebruik ik altijd. Ik gebruik ze niet elke dag hoor, maar ik gebruik ze gewoon als ik reinigingsdoekjes gebruik. Gebruik ik deze, want die vind ik gewoon fijn en ze zijn cheap. Want deze zijn volgens mij 60 cent per pakje. Dus dat was wat ik bij de Action heb gekocht. Dan gaan we door naar wat ik bij de Primark heb gekocht. Primark, hoe je het ook wil noemen. En echt, ik schaam me hier echt een beetje voor. Die tas is echt niet normaal zwaar. Nou ja, oké, laten we gewoon maar gauw beginnen, want dat gaat alleen maar langer duren zo. Oké, er liggen wat kleine dingetjes bovenop. Daar begin ik gewoon mee. Als eerste heb ik deze metallic tattoos gekocht, want dit was in de aanbieding. Deze waren maar 50 cent en ik had ze nog nooit geprobeerd van de Primark. En ik zag eerst een ander setje liggen, maar die waren gewoon 2 euro. En toen dacht ik, ja, laat ik ze eerst maar gewoon even testen voor 50 cent. Je krijgt dan maar 1 velletje voor 2 euro. Dat vind ik al best wel weinig. Dus ik heb van die zilveren tattoos. Kijk, zo zie je het wat beter. Ik vind ze niet heel geweldig, maar dan kan ik ze even uittesten en op die manier kijken of ik vaker van dit soort tattoos bij de Action kan kopen. Of bij de Primark kan kopen. Dus die voor 50 cent. Dan heb ik voor 2 euro deze 2 beauty eggs gekocht. Blender sponge. En ik was gewoon heel erg benieuwd of dit een beetje een goede dupe is. Ik heb het echt nooit geprobeerd. Maar of ik het überhaupt fijn vind om met een sponsje foundation aan te brengen. Of concealer. Het zijn 2 roze eitjes. Dan ga ik door naar de kleding. En als eerste heb ik dit leuke grijze shirtje gekocht. Ik ging eigenlijk naar de Primark met het doel om een leuke outfit te scoren voor de gathering. En om wat zomerdingetjes te halen misschien. Maar voornamelijk eigenlijk voor de gathering. Ik heb dit shirtje gekocht. Ik vond hem heel erg tof staan met dit. En grijze shirtjes is gewoon mijn ding. Ik hou van grijze shirtjes. Maar dit is gewoon net even wat extra's. Heeft een beetje een leuk detail. Een soort ketting. Maar dan heb ik ook weer geen ketting om. Is gewoon fijn. Deze was 10 euro. En daarna zag ik dit hele leuke hoe zeg je dit? Tuinbroekje. Ik wil een rompertje zeggen. Ik heb helemaal mijn babykleertjes in mijn hoofd. Want ik ben voor mijn 98 kleding dingetjes gaan zoeken. Dit tuinbroekje heb ik gekocht. En ik dacht, misschien is het wel heel leuk om dat shirt er dan onder te doen. En dan een leuk jasje of zo. En een panty en wat schoenen gewoon. Ik vond hem heel erg leuk. Ben heel benieuwd hoe ik deze ga combineren. Ik wilde er sowieso eentje voor de zomer. Dus ik heb deze gehaald. En deze was volgens mij 15 euro. Dan heb ik nog een soort jumpsuit gekocht. En dat is deze. Deze was heel erg populair volgens mij. Want hij hing ook in de etalage. En er waren nog maar weinig kleine maten. Dus ik was lucky. Het is een soort jumper thingy. Het heeft een hele drukke print met wel wat langere mouwen. Dus een beetje driekwart eigenlijk. En hier dat leuke lace effectje. Die kan je helemaal dicht doen zodat hij gewoon netjes gesloten zit. Maar je kan hem ook wat lager openmaken, zeg maar. Zodat je ietsje décolleté ziet. Ik vond hem gewoon heel erg leuk. Hij zat heel leuk. En deze was 17 euro. Maar goed, nu heb ik dus ook zo'n superleuk little black dress gekocht. En dat is dus deze. Ja, hij is zwart, dus je ziet hem niet heel goed. Maar het is een beetje skaterskirt effect. Het is ook een wat dikker jurkje, dus perfect voor de winter bijvoorbeeld ook. Nou, het wordt natuurlijk zomer, maar je kan hem ook gewoon zo aan. Hij heeft een heel grappig printje effectje. Ja, dat komt niet echt goed over. Maar hij heeft een heel leuk soort patroontje erop. En op de achterkant heb je een klein openingetje in de nek, zeg maar. Hij heeft gewoon een hele mooie blinding. En deze was van 17 euro naar 7 euro. En ik vond deze gewoon zo leuk. Ik dacht, ja, een little black dress, die kan ik er altijd wel bij hebben. Dus gewoon een netjes jurkje voor, I don't know wanneer. Misschien voor de gathering ook, I don't know. Ik moet nog even kijken wat ik aandoe. Aanstaande zomer ga ik, zoals misschien veel van jullie weten, weer naar Italië toe. En daar ga ik eigenlijk al mijn hele leven naartoe, elke zomer. En elke zomer ga ik daar ook eigenlijk bijna dagelijks hardlopen.
Dat doe ik in Nederland eigenlijk nooit, omdat ten eerste is het echt gewoon een kut weer. Ten tweede is het, heb ik het druk, omdat ik vaak school heb. En ten derde loop ik hier toch heel anders en ga ik hier niet om 7 uur mijn bed uit om te gaan hardlopen. I don't know why, maar misschien komt dat ook door het weer. Want in Italië is het gewoon echt super mooi weer en heb ik gewoon echt zin om sportief bezig te zijn. I don't know what it is, maar misschien omdat ik verder niet zoveel te doen heb op een dag, dus I don't know. Ik heb dus een hele leuke sportoutfit gekocht die ik daar kan dragen. Ook een beetje om te stimuleren. Ik heb hem nog verkeerd opgedaan, zie ik. Die geurkaars die ik van de Action aan heb, die ruikt echt super lekker trouwens. Dus het is echt een aanrader. Nou goed, oké. Ik heb dus deze sport-BH gekocht met een blauw randje. En het leuke is, mijn sportschoenen zijn ook een beetje mintgroen, slash groen, slash blauw. Dus het past echt helemaal perfect. Nou goed, deze sport-BH is niet zo heel bijzonder. Hij heeft een heel klein beetje support. En de achterkant, hij heeft nog wel zeg maar een verstelbandje. En deze was 5 euro. En daarbij heb ik deze broek gekocht. Dit is een driekwart broek met op de achterkant een zakje erin. Zodat je daar je mp3-speler in kan doen of wat dan ook. En deze was 9 euro, ja. En deze heeft een heel leuk patroontje met allemaal driehoekjes. En nou ja, goed. Het matchte leuk, dus ik dacht, why not? Dus ik heb voor best wel cheap een leuke sportoutfit voor de zomer. En natuurlijk voor eerder als ik een keer ga sporten of zo. Dan heb ik nog twee hele leuke items. En dat zijn namelijk deze twee bralettes. Echt, oh my god, I'm so in love with them. Echt gewoon precies naar dit zocht ik al zo erg lang. Oké, wat het zijn. Het zijn gewoon eigenlijk een soort BH'tjes. Maar dan zonder beugel. Wel met een heel klein beetje padding. Wat gewoon wel perfect is. Want net even je borstje er toch iets mooier laat uitzien. Want anders... Oké, en toen was je SD-kaartje leeg. Zo, dat is echt... Of vol dan tenminste. Dit is echt de beste video ever. Goed, ik was aan het vertellen dat dit gewoon echt de perfecte BH was. Omdat het er net even wat mooier uit laat zien. En het heeft zo'n leuk langer onderkantje wat gewoon heel erg mooi is. En dit is best wel heavy eigenlijk. Dat weer wel. Maar het staat gewoon heel erg mooi. En dit staat gewoon perfect voor onder een blouseje of iets in de zomer. Want ik vind dat gewoon veel chiller zitten dan een normale echte BH. Dat is gewoon... Ja, vorige keer zeiden jullie ook al dat jullie me helemaal begrepen. Ik heb hem dus ook in het zwart gekocht en in het wit. Deze was 7 euro aangezien deze bandjes kruislings kunnen worden geplaatst. Dit is dus los. Dit kan je losmaken. En deze was 5 euro omdat die dat niet heeft en omdat die wit is. I don't know. Wel moet je even opletten op deze kleurtjes. Ik heb deze in XS en deze in S. Omdat het is een ander modelletje. Nou ja goed, dat weten jullie dan ook weer. Dan heb ik nog één dingetje wat niet zo heel erg interessant is misschien. Maar ik heb het wel gekocht. Want ik wil namelijk een aankondiging doen. Ik heb namelijk dit hoeslaken gekocht voor twee persoons dekbed. Voor een twee persoons bed. Want ik ga namelijk in het voorjaar, voor de vakantie, een nieuw bed kopen. Als het lukt. Als ik een leuk bed vind. Ik ga dan mijn kamer een heel klein beetje verbouwen en veranderen. Dus ik ga een andere lamp krijgen. En een ander bed. En een ander bureaulampje en dingen. Het wordt gewoon net even wat anders. En ik ga daar een soort serietje van maken eigenlijk. Dus dat was een soort aankondiging ervoor. Dus wil je daar op de hoogte van blijven. En je bent nog niet geabonneerd. Wat ik eigenlijk niet kan begrijpen. Doe dat dan snel even. Want dan mis je geen enkele video. En verder heb ik nog één dingetje. En dat is namelijk deze lipstick van Essence. Deze heb ik bij de Kruidvat gekocht. Dit is een hele mooie paarsachtige kleur. Beetje paars, taupe, mauve. Het lijkt volgens mij een beetje op de lipstick Faux van Max. Max. Hoe kom ik nou op Max? Mac. Goed, ik wilde zo'n lipstick even proberen. En ik vond hem heel erg mooi. Dus dit is de kleur. En dit is 03 Come Naturally. Laat me weten in de comments welk item jij het leukste vond. Ik ben echt gewoon in love met mijn tuinbroekje. Noem je dat zo? Ja. Ja, laat weten of je naar de gathering komt of niet. En weet je al wat je aan gaat doen of niet? Laat het zeker weten in de comments. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Ciao!